Nou, wij zijn hier vandaag in de centrale OBA in Amsterdam. Wat is jouw ervaring tot nu toe, Melucchi, met het festival en om als jurylid hieraan verbonden te zijn? Herkenbaarheid. In veel van die buurtfilmpjes herken ik buren met wie ik dingen heb gedaan, projecten opgepakt de laatste decennia. Het festival geeft mij dan in die zin een Amsterdams buurtgevoel. Het is een enorm rijk en divers aanbod wat we vandaag te zien krijgen. Dus het is voor de jury best ingewikkeld om daar een prijswinnaar aan te verbinden. En wat vond jij belangrijk daarin, waar wij als jury op moesten letten? De aanwezigheid van de actief burger in die film, dat is voor mij heel belangrijk. Van die sleutelfiguur, de netwerk daaromheen. Dat is dan echt dit perspectief vanuit de buurt. Nou, de emotie om te verbinden. Ik denk dat heel belangrijk is. Het is een Amsterdams buurtfilmfestival. Dus dat buurtelement, dat vonden wij heel erg belangrijk. Ik vind het belangrijk dat er veel mooi is gemaakt. Dat er goed is gemonteerd. Dat het daardoor ook een bepaalde emotionele waarde heeft voor mij. En en dat er dus ook wel verbinding is en met liefde gemaakt is, vind ik ook belangrijk. Maar het onderwerp van de film, dat gaat over Amsterdam of de buurt, dat vind ik, is voor mij ietsje minder belangrijk. Kijk, het is een buurtfilmfestival, dus ik richt me meer vooral of de buurt betrokken is. En ook de verbindingselementen, of dat ook in de film zitten. Dus op allerlei niveaus. En het spreekt me gewoon aan als mensen vanuit de buurt, eigen buurt, kunnen belichten op verschillende manieren. Of het nou over liefde gaat, of nou over de straat, of de geschiedenis, of mensen bij elkaar brengen. Vind dat ik heel belangrijk. Als het echt van een heel erg mooie kwaliteit is, dan voel je dat het versterkt de emotie en de expressie. Dus in die zin let ik er ook op. En jij, Joris? Ja, ik let er ook op, maar ik vind het ook een ingewikkeld element om daar op te letten. En waarom? Omdat er in dit geval ervoor gekozen is dat echt iedereen die iets met een Amsterdamse buurt heeft gedaan, een film kon inzenden. Dus je krijgt ook een scheiding tussen echt professioneel gemaakte producties en iets wat liefhebbers, amateurs of maar echt gepassioneerde makers, die zonder enig budget iets maken, waardoor automatisch, omdat er minder geld is, ook minder technisch, minder oog is voor techniek. Dus ik heb dat ook proberen een beetje los te laten, omdat het anders een oneerlijke strijd zou zijn. Nou, we hebben heel veel verschillende soorten films gezien, van reportage tot speelfilm, wat ik echt ongelooflijk vind, want dat hebben mensen gewoon met liefde gemaakt en in hun eigen vrije tijd. En dat is toch heel erg veel werk. We hebben ontzettend veel films gezien over ontzettend leuke initiatieven in Amsterdam. Nou, dan ben je weer zo blij dat je een Amsterdammer bent. En dat je denkt van ja, al die mensen, al die verschillende mensen die met elkaar hier leven. En dus met elkaar iets organiseren en met elkaar films maken. Zo ontzettend leuk. Dus ik vind de oogst eigenlijk heel erg groot. En ik hoop dat die alleen nog maar groeit in de komende jaren. We hadden heel veel aandacht voor de liefde. De liefde voor de buurt. De liefde achter elke film schuilt een wereld aan liefde en betrokkenheid.